Paul de Leeuw is zeer vereerd dat de paardenstaart die hij bijna 30 jaar geleden afknipte van het hoofd van Gijs Staverman een plek krijgt in het Instituut voor Beeld en Geluid. Dat laat de televisiemaker woensdag weten in reactie op het nieuws. Tekst gaat verder onder advertentie. Ik vond die staart van Gijs toen verschrikkelijk, stelt de Leeuw. Ik ben vereerd dat het uitvoeren van deze actie naar aanleiding van mijn ergernis nu mediageschiedenis wordt. Ik neem aan dat hij naast de marmot van Mark Marie, de songfestivalstaart van Sandra Emmer en het tv-wabekapsel van Leko Zadelhoff komt te hangen. Het Instituut voor Beeld en Geluid bevestigde woensdag dat de oude paardenstaart van DDN-televisiepresentator Gijs Staverman wordt opgenomen in de collectie. Dumpelcorrivee, die nu een dagelijks programma op NPO Radio 2 heeft, bewaarde de paardenstaart bijna 30 jaar lang in een doos. De Leeuw knipte de staart eind 1994 af in een aflevering van zijn programma De Schreeuw van de Leeuw. Toen ter tijd was de staart het handelsmerk van de populaire DJ. Staverman bekende eerder deze week in zijn uitzending dat hij de staart nog steeds in zijn bezit heeft. Beeld en Geluid vindt de afgeknipte paardenstaart een mooi icoon dat symbool staat voor jonge DJ's die hun wilde haren verliezen. Buzzelets Blok AD.